Dit is iets wat veel mensen liever niet zien in de tuin. Slakken. Nou, persoonlijk hou ik van slakken. Ik vind dat ze echt bij een tuin horen. Het is ook een teken van een levende tuin. Maar ja, te veel slakken is natuurlijk niet altijd fijn. Overigens zijn het niet de huisjesslakken die de meeste schade, vraatschade veroorzaken, maar het zijn de naaktslakken. Nou, er zijn verschillende manieren om er vanaf te komen. De eerste is natuurlijk gewoon plukken met de hand en zorgen dat je ze bijvoorbeeld naar de buurman gooit. Maar je zou bijvoorbeeld ook een bakje met bier neer kunnen zetten. En daar kruipen ze dan in en hebben ze een soort van dronkenmansdood. Wat je beter niet kunt doen, is korrels strooien die niet op natuurlijke basis zijn. Er zitten namelijk allemaal stoffen in en die komen in de kringloop. Vogels kunnen er ziek van worden, dus daar moet je goed op letten. Maar er zijn gelukkig genoeg biologische alternatieven. Verder zou je kunnen denken, als je een grote pot hebt, om een heel klein beetje vaseline langs de buitenrand te smeren. Daar houden slakken niet van. Ze houden ook niet van schelpjes, die zijn scherp, of cacaodoppen. Tja, en als laatste kan ik zeggen, altijd gepraat over slakken. Ik heb onderhand behoorlijk trek gekregen.